Dan treffen ze weer een man die geen kaartje heeft. Wanneer de controleurs om zijn ID vragen, gaat hij door het lint. Het gaat van kwaad tot erger. Ja, maar ik moet hier uitstappen. Je moet buiten met mij gewoon mijn voeten buiten maken. En sta niet op mij als jullie bij de politie of zo. Want ik voel me echt bedreigd. Sta niet op mij! Het is niet eerlijk, man. Ik stap in, die conducteur komt bij jou. Altijd die conducteur komt bij jou. Ze stap binnen, jullie voeten. What the fuck is dat, man? En ik moet met jullie lachen. Ik moet blij met jullie zijn. Kom niet rustig, man. Kom niet rustig. En doe het maar! Deze RET-controleur waarschuwt zijn collega's met dit handgebaar voor een mogelijke escalatie. De politie is al onderweg. Je hebt voldoende met informatie om een voeten voor mij te maken. Zo'n zo, je hebt geen informatie. Maar jullie verpest mensen zijn leven voor niks, brother. Echt waar, man. Fuck jij, vriend. Dat wil zeggen, jij, fuck jij. Je mag ook gelijk betalen. Betalen wat? 38 euro. En je kunt gelijk betalen. In je kamerkant! Je moet toch gewoon kaarten verkopen! Dan mag je gelijk weg. Kom, ik ga werken! Je hebt genoeg geld bij je, toch? Zwaar, wat op, man. Nee, luister. Wat op? Ik rook. Ik verstaan niks! Jullie zijn gewoon lastig, dat zijn jullie. Waar mensen lastig voor niks. Voor een 52. Als je nou eerst een beetje begint normaal te praten en niet te schreeuwen. Ik ben boos! Ja, dat ik. Waarom ben je niet meer aan mijn poeder? Blijf met jullie zijn! Hoe lang ben je al boos? Jullie willen een poeder geven, man! Hoe lang ben je al boos? Fuck jij toch! Nee, niks fuck jij. Jij kan niet normaal praten. Nee! Hier zijn ze! Kom mee aan van deze mensen! Kom! Ik ben weg van deze mensen, hè! Deze mensen zijn eerst gewoon aan haar aanzet. Dan wordt de man overgedragen aan de politie. Zij zullen zijn identiteit vaststellen. Hij krijgt in elk geval 2 boetes. 1 voor het zwartrijden en 1 voor het niet bij zich hebben van een ID.